krachtige tekst weer. André Hazes met Wees zuinig op mijn meisie. Wij zitten hier met Gert Boef, hij is directeur van het regiokantoor Food Valley. En we zitten te praten natuurlijk over Food Valley. En een van de, zeg maar, speerpunten is ook natuurlijk de creatie van het World Food Center. Wat is de status daarvan? Nou, dat ziet er erg goed uit. Omdat nu ook zowel de gemeente, dat deed de gemeente al, maar ook de provincie fors geld op de plank heeft gelegd om hier mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Daarmee wordt het rendabel. Dan moet je echt denken in totaal 20 miljoen euro. Dus, ja, dat is veel geld. Precies, echt heel veel geld. Maar daar spreekt natuurlijk vooral het vertrouwen ook uit van deze partijen dat het een succes gaat worden. Mm-hmm. Wellicht nog verdacht, overheidshoek. Maar ik ontmoet ook steeds meer bedrijven die zeggen, maar wacht even, hier moet ik wel bij zijn. Ik was grote namen, hè? Ja. Hele grote namen. Ik was deze week nog bij een bedrijf, ik kan de namen niet noemen, in buiten dit gebied. Maar een hele grote voedselproducent. Ja, die wel heel erg getriggerd wordt. Dat ze zeggen, ja, maar wacht even. Als dit de nationale plek wordt waar wij Nederland als food agro sector land in de etalage gaan zetten, dan moet ik daarbij zijn. Klopt. Ja. En daarom geloof ik ook heel erg in dat dit juist hier ook thuis wordt. Hè. Die vraag wordt mij was gesteld, waarom is het niet in Rotterdam of in Amsterdam? Nee, juist de combinatie, daarom is het hier. Ja. Maar dan, hoe ver staat het? Wanneer kunnen wij zichtbaar gebouw zien bijvoorbeeld? Eerlijk gezegd hoop ik er al voor een deel volgend jaar in te gaan met het regiokantoor. Maar dat is dan natuurlijk in de huidige kazernegebouw. Hè? Ja. Het idee is toch wel dat het vanaf 2020 echt operationeel moet zijn. Hm. Ja, of dat precies 2020 wordt of dat het net wat eerder of later wordt. Dat is ook voor een deel aan de ontwikkelaar die erbij betrokken is. Duidelijk. Natuurlijk. Maar 2020. En wat is het dan? Alleen een etalage? Of is het iets voor het publiek? Of is het ook voor bedrijven waar ze elkaar kunnen ontmoeten? Waar seminars en dat soort en beurzen worden allebei. Je kunt het niet alleen hebben van seminars en voor bijeenkomsten voor ondernemers. Mm-hmm. Naar verwachting komen er ook ruim 300.000 bezoekers per jaar. Omdat het gewoon iets wordt waar je gewoon een dag uit naartoe gaat met je gezin of met scholen. Maar vooral ook voor ondernemers vind ik natuurlijk heel erg van belang. Ik hoop dat dat de plek wordt waar ondernemers hun uitvindingen gaan presenteren aan de wereld. Waar ondernemers andere ondernemers gaan ontmoeten. En nou ja, we hebben in dit gebied honderden delegaties all over the world die hier naartoe komen. Ja, dan wordt dit natuurlijk wel de plek waar je ze gaat ontvangen. Dat is heel duidelijk. Nou, laten we hopen dat dat allemaal voortvarend neergezet wordt. En daar heb ik ook wel het vertrouwen in. We gaan luisteren naar de volgende keuze. Hier komt Guns N' Roses met November Rain.